Ik hou van koppen met een dunne rand. Voilà. Ah, kijk, zo wil ik mijn thee. Hoe schattig. Kijk eens. Ja, het gaat hier niet zomaar. Ja. Een cup. Cup. Een kappa. Zeggen ze altijd in. Oh. Abby, jij even. Want mijn heup. Sorry hoor. Ik heb een enorme zeer heup. Eerst zijn we al een bonuurnaald verloren en nu dit weer. Hallo. Daar zijn we weer. Dit is Lea. En dit is Dini. Van Tim Zalot, het huis van handwerken. Ja, we zijn dringend aan een kopje thee toe en aan een sok. En dit is deel 3. Het laatste deel, ja. Het laatste deel? Ja, we hebben de boord gebreid en we hebben de hiel gebreid. Ja, sorry, en Dini heeft ik haast. Ik ben al te ver. Ja, dus die is ik was de draad kwijt. Oh ja, nee, al die geestige woordspeling, maar die komen er gewoon vanzelf uit. Ja, daar kan ik niks aan doen. Ja. Maar want de grote hiel is dat lapje. De vierkante lapje. Dat vierkante lapje. Ja. En ik heb dus de kleine hiel er ook al in gebruikt. Ja, dat is als je de bochten gaat en daarna wordt en daarna, het lastig. Dan wordt het even lastig. Ja. Ik heb grappig genoeg heel veel geleerd. Oh. Maar wat ik ook steeds zeg, er zijn 100.000 manieren om sokken te breien. Dus als je het anders doet, dat is ook... Nou, dus we hebben de grote hiel, de kleine hiel. En Lea gaat nu laten zien hoe je dan... Opzetten. En dat is even een ding, maar eigenlijk ook niet. Ja, eigenlijk ook niet. Nee. Nee. Oké, maar als je het van dichtbij wil zien, moet je even op YouTube instructie kijken. En ik zag in die andere leuke filmpjes dat mijn... Dat gezeur over die bril. Maar die bril die dekt ook mijn prachtige ogen af. Dus ik ga nu even kijken of ik met de computerbril... Kan breien. Ik denk het niet. Oh, nog niet zo gek. Ik Want dan even... bij het bukken dan kun je meer van mijn gezicht zien. Oh. Moet jij niet even mijn vergrootbril. Ja, nou, lachen maar om. Ik wou net zeggen, mocht je nog niet begonnen zijn. Maar die hebben we samen gekocht op de handwerkbeurs. Ja, dat is echt... Dus ik ben ook zo blij dat je er blij mee bent. Ja, het staat je ook gewoon heel leuk. Nee, ik meen het. Maar laat mij maar eens proberen. Dan kun je veel beter die ribbetjes opnemen. Is het een fashion statement? Oké. Okay. Nou, het staat je best goed. Het is als het ware een soort haarband. Ja. Of we er nou oren op zouden maken. Ja. Dan ben je een dier. Een dier. Waar is dat dier trouwens, dat dier van jou? Die is hem gesmeerd, was hier zoveel lawaai. Ja, want die is zielig, of niet? Ja, hij mist 28 kiezen, hebben ze eruit gehaald. Kiezen of tanden? En tanden, kiezen en tanden. Hoeveel heeft hij? 40, dat wist ik ook niet. Een hond heeft 40 tanden en kiezen. En, maar hij stonk zo uit zijn bekje. Dat was echt niet meer te hard dan zo langzamerhand. En toen... Ik zit onder die bril door te kijken. Ja. Ik zit gewoon eronder door te kijken. Maar probeer het nou eens met die bril. Ja, dat had ik. Maar toen keek ik zo. En toen keek ik er overheen. En toen had ik hem versteld. Maar dat weet ik niet. Nou. Oh, dit is echt wel fijn hoor. Ja, toch? Ja. En hoeveel neem je er nu op? Oh ja. Van die dwarsstekens? Dus ik neem nu langs de zijkant. We hadden 15 treetjes gebruikt. Treetjes, dwarsliggertjes, van die ribbetjes. Ribbetjes, dingetjes. En dat betekent 15 kantsteken. Dus bij die 15 kantsteken neem ik dan een steek op. En dat lusje wat er zo tussen zit. En dan krijg je hier tussen... Ja. Kijk, ik heb dat bijvoorbeeld hier niet goed gedaan. Nee, je hebt een gaatje. Ik heb het zogenaamde gaatje. En wat je niet wil is een gaatje. Oh, ik heb trouwens ook... ik zal je eens even wat laten zien. Brei jij maar even rustig voor. Maar ik had dus 15 steken van de kantsteek opgenomen. En dan neem ik er nog 2 hier op uit dit hoekje. Oeh. Is echt zo erg. Dat is echt heel erg. Hoe kom je daaraan? Nou, dat weet ik niet. Ik heb helemaal niks gedaan. Je had zomaar ineens had je pijn. Had ik maar seks gehad.
Krijg je van je vriendin. Nee. Leuke sokken. Oh. Dat is me nog nooit overkomen. En deze heb jij voor mij gebruikt. Ga ik voor je repareren. Trouwens, we gaan... We hebben morgenavond hebben we die... Ja, hebben we die lezing. Ja, dat gaat over het repareren van dingen. Vond ik zo leuk. Ja, ik vind het ook dus heel leuk. Dus ik wou eigenlijk mijn vest repareren nu. Want dan schijnen we met de zogenaamde Brusselse steek. Maar ik had het over de hond. En had je hem dan eigenlijk slecht voer gegeven? Of hoe is dit dan allemaal gekomen? Nou, waarschijnlijk gewoon dat hij slecht gebit heeft, heb ik ook. Ja, dat is zo. Maar hij had wel gewoon brokjes en zo. Dat wel, maar... En hoe oud is hij eigenlijk? Oh, ik kreeg bericht van de trimster dat gefeliciteerd met je hond. Toen dacht ik, oh, hij was weer jarig. nou, ik denk dat hij 9 is geworden. Maar als hij nu zoveel tanden en zo eruit heeft, ja. Hoe moet hij dan eten? Nou, nu krijgt hij, omdat hij herstellende is, krijgt hij dus van die dure paté uit zo'n bakje. Oh. Ja. Maar het schijnt dat honden ook zonder kiezen en tanden wel redelijk kunnen... Ja, dat is net als met baby's. Als die nog geen tanden hebben, kunnen ze toch ook stevig bijten? Au! Wat? Ik voel dat ineens weer. Oh. Ik zat gisteren bij een workshop over video's maken. Dan leer je ook weer van alles. En toen zei die man, voordat je gaat filmen, zet je telefoon even op de vliegtuigstand. Oh, dat hoorden we net. Ja. Oh ja, daar ben ik. Maar dat was overigens niet vanwege die pling, maar omdat als je gaat filmen met je telefoon, zulke leuke tips krijg je hier ook. Als je gaat filmen met je telefoon en er komt zo'n berichtje binnen, dan schakelt die dus over van je film naar je telefoon. En dat wil je natuurlijk niet. Dat wil je niet. Overigens... Heb je dat met audiodocumentaires ook? Want ik werk bij de radio. Dan luister je naar een audiodocumentaire. En dan hoor je daarin een gebliep van de WhatsApp en zo. En dan raak je de hele tijd, denk je, oh, waar is mijn telefoon? Er is iets. Dat vind ik ook zo vervelend aan die reclame op de tv met 5G. Ja. Zo irritant. Dan denk je elke keer, is dat mijn telefoon? Ja. Vind ik krijg ook heel ik eindelijk een berichtje? Liefde, als je voor de deur staat, ik ben even boodschappen doen. Weet je dat ik altijd zo'n briefje op de deur sta? Ja, echt? Ja, want dan denk ik, je weet het maar niet. Ja, dan loopt hij gewoon weg terwijl jij bij de Lidl rondstruint. Ik heb nu weer een HelloFresh doos deze week. Ja, dat zag ik. Ik ook. Ik doe het nog steeds. Oh, wat heb jij? En dan heb ik vanavond Thaise kip met sperziebonen en rijst. Heb jij die ook? Ja, staat daar in de pan. Lekker. Is die lekker? Je moet de gommasio niet vergeten. Oh ja, gommasio. Wat zou dat toch zijn? Ik weet het niet, maar ik ben het gisteren vergeten. Valt mee. Weet je wat ik doe als ik, want ik vergeet ook wel eens wat. Dat zou je niet denken, maar het is wel zo. Dan bewaar ik al die hele kleine zakjes met kruiden. Want die zitten er namelijk bij als je van de hele fresh. Ja, heel fijn. Zo leuk. Het is net een beetje winkeltje spelen. Oh, wij vinden dat echt zo heerlijk. Ja. Ja. En dan bewaar ik die zakjes die ik vergeten ben. En die neem ik dan mee als ik ga kamperen. Oh. Want dan heb ik ineens van alles bij me. Ja. Zodat je niet in Frankrijk voor de 10e zomer een busje kaneel hoeft te gaan kopen. Waardoor je altijd achter de feiten aanloopt en altijd oude kaneel eet. Ik heb nog een tip voor mensen die voor het eerst sokken breien. Neem niets van dat hele donkere garen. Want dan kan je die steken niet zo goed zien. Maar neem bijvoorbeeld ook niet van dit, want hier word je een beetje misselijk van. Net als... Gamen. Ja. Ik heb een leuke vriendin, die heeft 2 jongens en die kregen toen een GameCube. Maar dan zei ze tegen mij, als ik ga zitten gamen met van die autorace spelletjes, dan word ik misselijk. GTA. Ja, dan word ze wagenziek. Ben je dat niet geweldig?
Maar dat snap ik ook wel. Want je zit zelf ook. Je zit zo voor het... En dan heb je die... Ja, en dan remmen. Ja, dus ik snap heel goed. Maar dat vond ik zo grappig. Moet ik altijd nog aan denken. Maar ik vind het wel leuk dat zij met die jongens dan aan het... Ja, want ik heb... Nou, ik heb wel eens... GTA of zo. Iets met de Grand Theft Auto. Oh ja. Maar ik wil gewoon netjes rijden. Nee, dat kan niet. Dus voor mij... Mensen uit hun auto sleuren en zo. Ja, je moet mensen omver rijden. Nou heb ik weer... Heb ik al die steken opgenomen met het hoofd. Ja, zet hem dan maar weer af. Echt niet. Ik verbeeld me nu ik hem niet meer op mijn hoofd heb, dat ik het minder goed zie. En het verrast mij wat ik met de computerbril kan zien. En dan heel soms het overkwamen van de week. Want ik heb een paar sokken gebreid voor Pratjo Magreet. Ga je zeggen een knoopje? Nee, hadden ze in de fabriek. Was blijkbaar het schaap op. Dus midden in die bol. Zat een knoopje? Nee, dus was de draad gewoon hield op. Dat maak je niet vaak mee. Ja, dus... En begon weer overnieuw. Ja. Dus nee, dat maak je. Ik had wel een knoopje. Moest ik met een nieuwe draad beginnen. Een knoopje. Ja, hadden ze gewoon... Dat was ook een heel gedoe. Ja, maar dan was het dus niet gelukt. En toen hebben ze die twee einden aan elkaar geknoopt. En gingen weer verder. Oh ja, dat is hetzelfde effect. Dan is een nieuwe spoel als het ware. Of, ja, het schaap was op. Ja, dan kan je opnieuw beginnen. Ik bedoel, maar nou maakt, dat is heel vervelend. Maar maakt het mij niks uit. Maar je hebt mensen die willen per se de tweede sok hetzelfde als de eerste sok. Ja. En dat gaat je dan dus mooi niet lukken. Want ja, dat kan mij begon helemaal bij een andere kleur ineens. Kijk, ik heb nu langs de zijkant heb ik een steken opgenomen. De zijkant van het vierkante lapje. En nu ga ik dus gewoon lekker weer in de rondte breien. En daar was Dina mee bezig. En we hebben het al zo over gehad. En toen zei ik een iets minder charmant woord. Iets van knollenpoot of zo. Nee, zei ik niet. Oh ja, als je een krop op je voet had. En zei die een hoge wreef. Oh ja. Ja, want je gaat nu dus minderen omdat je van je wreef af naar je voet toe, dan wordt het allemaal wat minder breed. Dat noemen we de spie. En je moet weer terugkeren uiteindelijk naar 72 steken. Ja. Een sok is dus eigenlijk zo. En dat bereik je alleen maar als je hier inderdaad die spie breidt. Want anders dan worden die sokken namelijk zo. En je voet gaat om een hoek en je enkel. Dus daarom moet het zo. Arne en Carlos, waar ik het regelmatig over heb, die breien dus een rechte koker met een gat erin. Dus ze breien gewoon zo de boord zo. En dan kijk hoor. En er zit hier een gat. Hier. Zo. Oh. En dan nemen ze die steken op. En dan breien ze er zeg maar een soort hak in. Zullen we dat een keer doen? Nou, dat kunnen we wel doen. Maar ik ben daar dus niet heel enthousiast over. Omdat onze sok heeft gewoon echt een hoek. Kocht. En hun sok, die is zo recht. Maar die heeft dus niet een spie. Maar is dat veel makkelijker? Nou, zij vinden van wel, maar ja, aangezien wij al sokken breiden, dan denk ik, ja, maar dat is toch een beetje een raar model. Dan krijg je altijd ergens een hobbel de bobbel, want het is niet helemaal precies. Hey, en zijn dat ook een soort Harry Bikers? Nee! Nee! Ja, ik ken hen niet. Dat zijn twee hele schattige jongens. Die samen wonen in een heel mooi huis in Noorwegen, aan een meer... Heel mooi. Dank Terwijl je. We kwebbelen er maar wezenloos op los. En ik heb vergeten mijn thee op te drinken. Oh. Is dit je mobiel of je vaste telefoon? Nee, dat is mijn vaste telefoon. In Grace en Frankie. Daar hebben ze ook nog. Die twee vrouwen wonen bij elkaar. Frankie is ook een En die hebben natuurlijk een mobiel. Maar dat leidt ook tot allerlei verwikkelingen. Want daar kunnen ze soms ook niet even goed mee omgaan. Maar die hebben ook een vaste telefoon. En als een vaste telefoon gaat. Dan willen ze niet opnemen. Want het betekent altijd dat
dat er iemand dood is. Dus dan vinden de kinderen van de overledene vinden een stokoud adresboekje. Met vaste nummers. Dus als het ding gaat, dan zeggen ze altijd, oh god, no. You take it. No, you take it this time. En dan is er weer iemand dood. Ik heb zo geen... Ik heb al lang geen vaste telefoon meer. Ik neem anoniem niet op, want dat zijn altijd van die mensen die zeggen... Ja, ik ga u een nieuw gascontract verkopen, want u bent veel te duur uit. En dan zeg ik, hoe weet u dat eigenlijk? Nou ja, ik kan zo zien bij uw provider. En zeg ik, welke provider heb ik dan? En dan zeggen ze... En dan zeg ik, ja, maar als u weet welke provider ik heb, als u dat kunt zien, dan kunt u ook zien of ik te duur uit ben, ja of nee. En dan, dus ik ga ook nog wel eens in discussie. Oh. Maar soms ben ik radeloos ook. Maar trouwens, heb ik het al verteld? Ik ben ook pootje gelicht. Ik kreeg een telefoontje van slachtofferhulp. Dat ze hebben die klootzakken gepakt. Die daar. Echt waar? Ja. Alleen, toen kwamen de mitsen en de maren. Die van die toen jouw dochter belde. Ja. Zogenaamd. Ja. Wil je mij even, want ik heb een nieuwe telefoon gekocht. Ja, mijn telefoon was stuk. Oh, die? Ja. Wie piept er nu meer? Misschien ben ik dat ook wel. En, of we worden afgeluisterd. En het zou dus kunnen zijn dat als die persoon wordt veroordeeld. En als de rechter dan zegt, nou je moet het maar terugbetalen. En als ze dan op de ene manier het geld hebben om het terug te betalen. Dan krijg ik heel misschien mijn geld alweer terug. Dan zijn we wel 2025, denk ik. Dat zou zomaar kunnen. En toen zei ze... Oeh! Oh. Shit. Toen zei ze... Is dat je echte bril? Ja. Ja, en kijk, hij staat een beetje vreemd. Ik denk dat ik erop ben gaan zitten. Maar ja, dan moet je afspraak maken tegenwoordig. Nou, hartstikke goed dat ze gepakt hebben. Ja, was ik zo blij op. Hoe moet het nu verder met die sok? Voor de mensen die denken van, het duurt best wel lang voordat we bij het volgende stuk zijn. Er zijn nog niet heel veel mensen aangehaakt bij deze. Aangehaakt. bij deze ontzettend leuke cursus breien sok. Dus de mensen die alsnog besloten hadden om mee te gaan doen, die hebben we even de tijd gegeven om ons in te halen, zullen we maar zeggen. Om in te haken. Nu breien we dus letterlijk het eind eraan, want deze sokken zijn voor mijn schoonzoon en die komt komend weekend. Deze sokken zijn voor een vriendin, ze moeten af. Ja. Die instructiesok, die is al lang klaar. Oké. Okay. Die, allebei zijn die al en klaar. En ik blijf oh ja, wacht. Ik ga hem even halen. Dat je beter is. Niet over het snoer struikelen. Oh. Want we hadden immers beloofd dat we die weg zouden geven. Oh, dat heb ik niet gezien. Kijk, zo komt uit dat ik helemaal niet naar onze eigen video's kijk. Ik heb mijn bril niet open. Ik weet niet waar ze zijn. Ja, je bril ligt hier. Maar ze zijn toch oranje? Ja, ik heb dat. Moeten toch opvallen? Eigenlijk wil ik ze hebben, want oranje is mijn lievelingskleur. Het zijn helemaal mijn kleuren, hè, deze sokken. Oh, ik ben wel bang dat ze wat te groot zijn voor jou. Nou, dan haal je ze uit en dan doe je de instructie voor de tenen. Doe je opnieuw en dan zijn ze voor mij. Ah, grapje. Ik zal ze even aan doen. Deze sokken dus. Oh, het is een flinke maat 40. Als je 42 hebt, passen ze je ook wel. Maar ik vond ze wel heel lekker hoor. Ik heb ze stiekem al aangehad. Ja, sorry. Ik heb ze stiekem al aangehad. Klinke maat 40. Ik had er een foto van gemaakt en toen had ik ze dus aan. En ze zijn heel lekker warm. Ze zijn heel lekker. Ja, ze zijn ook heel stevig. Op welke naalden heb je deze gebruikt? Ja, op 3. Want dit was wat dikkere wol. Ja, wat dikkere wol. Hè? Vandaar ook dat ze een beetje groter uitgevallen zijn. Ja, nou moeten we alleen nog even zeggen, want we hebben ook een keer een schilderijtje met een kindje beloofd. We maken er wel een beetje een bende van. Ja, we maken er een beetje bende. Maar dat komt ook omdat de website nog niet in de lucht is. Ja, nee, niet. Don't go there.
Don't go there. Maar als je dus graag zegt, oh nee, ja, nou ja goed, dat zelf sokken breien, dat zie ik nog niet helemaal zitten. En je denkt, dat zien die sokken er gek uit, maar dat is niet zo. Als je ze eenmaal om je voet doet, zitten ze goed. Ja, heb ik net laten zien. Ja. Ik ben mijn voet op tafel. Het blijft maar, ja, maar ik bedoel, je denkt dat het een soort klompvoetsokken zijn. Dat is niet zo. Voor de mensen die nu abonnee worden van ons YouTube kanaal, waar je overigens ook precies kan zien hoe je ze moet breien, en waar je elke keer de lange versie ziet van het LinkedIn filmpje, zal ik het maar even noemen. Veel te lang, ja. Waar je alle leuke dingen ziet. Dus je zet eronder, ik ben lid geworden van je op YouTube, hè? Ik wil graag die sokken. Ik ben abonnee. Nou, dan verloten we die. Oké. Okay. Dit was het. We gaan weer. Dag jongens, volgende week. Bye. Dan gaan we iets anders doen, want het breien van de sok is dan. Oh ja, dan gaan we nog sokken herstellen. Dat gaan we ook nog doen. Ja, ga jij dit gat maar eens dichtblazen. Ja, ja, en al die andere sokken. Die in mijn mandje liggen. Hou nou op, anders moet ik weer ook een nieuw ja, pin. Ja, 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 niet een nieuw pin. Ik moet even op de helft breien. Goed zo. Nou. Tot ziens. Volgende week gaan we sokken repareren. Ja, volgende week? Goed plan. Ja, okay. Volgende keer. Misschien doen we ook nog wel wat anders tussendoor. Zoveel leuke dingen. Nou, we hebben zoveel leuke dingen. Deze bende ga ik vanavond voor de tv wel weer opruimen. Ja, dat is zo fijn als je voor de tv wat beters te doen hebt dan alleen maar kijken. Ja. Weet je wat ik ook zo leuk vind? Nou, weer toch nog zitten. Dini heeft voor elk project heeft ze een andere tas. Deze heb ik van mijn vriendin Jacqueline gekregen. Zo leuk. En die was helemaal ten end en heb ik er zelf een nieuwe voering in gezet. Ook nog? Ja. Het zijn kleine poesjes met een breiwerkje. Ja, schattig. Ja. Oké. Dag. Hoi. Welkom bij het derde deel van Brei een Sok. Het eerste deel was de boord. Het tweede deel was de hak, de grote hiel en de kleine hiel die de bocht omging. En dan gaan we nu alles weer aan elkaar breien. En dat noemen we de voet. Dus deel 3 is de voet. Daar heb je ook weer je vijfde naald bij nodig. Nou, zoals je ziet, ik heb hem nog steeds niet gevonden. Dus we doen het maar weer even met de bamboenaald. En ik heb zelfs een zesde pennetje en die is ietsje dunner. Dat is lekker makkelijk voor het opnemen van de steek. Als het goed is, ben je de vorige keer tot op de helft gaan breien. De pen op de helft. 10 steken aan beide kanten. Als je er 72 had, als je een ander stekenaantal had, gewoon precies op de helft. En we gaan nu de tweede helft op de volgende pen breien. Dus we breien eerst deze 10 steken gewoon recht naar de andere kant. En dan komt het lastigste deel van de hele sok. Vind ik altijd wel, maar als je het klaar hebt, als je dit klaar hebt, dan kun je in één keer woem door naar het einde. Oké, deze pen valt er weer uit. Die pakken we straks weer op. Nu moeten we namelijk steken gaan opnemen langs deze kant. Nou, als je er 30 pennen hebt gebreid, dan heb je 15 kantsteken. Omdat je maar alleen op de heen- of op de terugweg de steek breidt. Dus je hebt 15 kantsteken, maar je wilt dan 17 of 18 steken. Dat hangt een beetje vanaf voor wie je die sok aan het breien bent. Als het gewoon gewone voet is, heb je echt aan 17 wel genoeg vaak. En is het iemand met wat dikkere voeten, met een hogere wreef, dan zul je er misschien liever 18 opnemen. Nou, en hoe doe je dat nou? Nou, men zegt altijd dat je de steken op moet nemen. Dan moet je hem echt even helemaal omvouwen, zo ver als je kunt tot de kantsteek. En daar zie je dan een lusje. Nou, als ik nou eerlijk ben, hè, ik zie het meestal niet. Aan de andere kant, dus van de andere kant, zie ik het makkelijker dan hier, maar er zit wel iets. En hoe mensen het doen, dat is waarschijnlijk voor iedereen anders. Ik ga je nu vertellen hoe ik het doe. En ik begin altijd, ik draai altijd het werk om, want dat maakt natuurlijk niks uit, want je kan van alle kanten gewoon gaan zitten breien. Want dan heb je een beter zicht op die eerste,
op de eerste pen. Nou kijk, en hier. Ja, ik kan dan wel die camera heel dicht erop zetten. Maar hier zie je nou dat lusje wat je moet opnemen. Zie je? Daar. Dus als je die steek een beetje openvouwt, dan zie je daar dat lusje zitten. Kijk, daar is die. Dus je moet hem een beetje openvouwen, want het is niet alsof hij eruit popt hoor. Zie, dat lusje. Dat neem je op je pen. Nou is het makkelijk, het is een beetje toevallig hoor, dat ik nou dit dunnere pennetje erbij heb. Want je had natuurlijk ook gewoon je vijfde pen kunnen gebruiken, hè? Want die ligt nu hier. Maar als je een beetje dunner pennetje hebt, dan kan je daar wat makkelijker tussen die steken in. Meestal doe ik dat niet, maar... Hij lag hier nou zo mooi bij. Ik denk dat je niks overslaat. Even openvouwen. Die steek een beetje openvouwen. Daar zie je dat lusje. En waarom begin ik nou aan de andere kant? Nou, zoals ik al zei, omdat je het dan beter ziet. Dat is één. Ja, dat is het eigenlijk. Je had 15 kantsteken, dus je hebt waarschijnlijk nu ook 15 lusjes opgenomen. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Precies. Dan krijg je, als je dit zo aan elkaar zou breien, krijg je daar een gat. En dat gebeurt heel vaak dat er bij die aansluiting een gat zit. Dus daar op dit stukje gaan wij 2 extra steken pakken. En soms is het ook al zo dat je hier al een beetje ruimte ziet. Maar dat is hier helemaal niet het geval. Zie, het zit gewoon stijf tegen elkaar aan. Mooi. Nu brei ik dus op deze pen waar ik net 10 steken heb gezet, brei ik gewoon door die 15 steken naar de andere kant. Ik weet niet of je gezien hebt hoe ik ze net opgenomen heb, maar ik heb ze eigenlijk van rechts naar links opgenomen. Oh, dat is ook de reden waarom ik het draai. Ja, ik dacht, waarom doe ik dat nou ook alweer? Omdat nu kun je deze steken kun je gewoon breien. Als je ze andersom opgenomen had, moest je ze nu gedraaid breien. Wat je niet wil, is dat je hele lelijke open steken krijgt. Maar zoals je ziet, dat is hier niet het geval. Mooi. Nu willen we hier dus nog in ieder geval 2 steken bij hebben. En dan moet je erom denken dat je niet zomaar wat oppakt en daar dan een steek van breidt. Want zie, kijk, als ik hier nu een steek van brei, zie je wat er dan gebeurt? Dan krijg ik een gat. Dat wil ik niet. Die pak ik dus niet. Maar daarnaast, kijk eens, hier ligt wel een leukertje. Dat is 1. En dan wil ik hier nog 1 tussenin. En dan, nou, dat wordt dus een beetje lastig. Dan, dit is echt dat je zegt, wat zit je nou te pielen? Ja, je moet echt even zoeken naar een goede steek. Want je wilt geen gaatjes ertussen. Die je dan later weer weg moet smokkelen of zo. Dat wil je gewoon niet. Oké, deze. Nou, hier zie je nu, dit wil je niet. Dat wou ik net laten zien, maar ik had die steken zo mooi op zitten. Dus dat, dit kun je niet doen. Dan moet je hem dus in de achterste draad insteken. En dan krijg je dus een gedraaid gebreide steek. Nou, ik hoop dat je het een beetje goed kunt zien. Hij is nu gedraaid om te voorkomen dat daar een gaatje komt. Goed zo. Nou, dan hebben we die zijkant hebben we al gedaan. Nu pakken we de 5e pen en nu gaan we deze 18 plus 18 steken, die 36 steken, gaan we weer op 1 pen zetten. Dit is de bovenkant van de voet. Misschien heb je in een van onze YouTube filmpjes horen
Dini horen zeggen dat ze soms ook de bovenkant van de voet doorbreidt in twee recht twee averecht. Dan moet je dit gewoon twee recht twee averecht blijven breien. Ik zelf vind dat niet zo prettig. Ik brei altijd gewoon liever de bovenkant ook recht. Niet alleen omdat het sneller gaat, want het gaat sneller. Maar ook omdat... Ja, waarom maak? Nou, vind ik mooier. Twee recht, twee averecht hou je wel meer rek in de voet. Dus als je bijvoorbeeld sokken breidt voor iemand en je weet eigenlijk niet zo goed wat voor maat die heeft of zo, dan is het wel veilig om twee recht, twee averecht te doen. Valt dus nu weer een pen uit. Ja, ja, die valt er niet uit, maar ik bedoel, die hou je over, want je breidt nu weer twee pennen over op één pen. Maar die hebben we zo weer nodig. Zo. 36 steken op deze pen. Nu zijn we weer aan de andere kant terechtgekomen, waar we dus weer steken op willen gaan nemen. Dan pak ik weer dit pennetje en kijk aan deze kant. Zie je het veel makkelijker. Zie je? Hier zitten echt die lusjes. Wel de hele steek opnemen. Het is met breien denk ik ook wel zo dat als je het gewoon vaker doet. Ik heb ondertussen al zoveel paar sokken gebreid dat ik eigenlijk al niet eens meer precies weet wat ik allemaal doe. Ik doe het gewoon. Ken je dat? Als iemand je vraagt van hoe kook je eigenlijk aardappels, dan zeg je nou ja, gewoon. Ja, maar hoe lang dan? En hoe lang doe je dan over dat schillen of... Hoe schil je ze eigenlijk? Dat je dan bij jezelf denkt, ja, dat weet ik toch helemaal niet. Dat doe ik gewoon al jaren. Altijd op dezelfde manier. Nou, nu zijn we weer ongeveer beneden. Hier zie je dat lusje dus even niet. En tellen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Hier moet dus nog eentje bij. Ik hoop dat je het goed zien kan, want ik zit eigenlijk met mijn neus ook bovenop. Hier vis ik even een tussenuit, zie je. En nu heb ik er dus 15. Nou, hier sluit het ook mooi aan, daar ga ik me ook niet druk over maken. Nou wil ik hier dus nog twee steken bij. Dan fiets ik hier weer een lusje tussenuit. En dan moet ik hier nog een, dan draai ik hem om. Want kijk, dit is best nog een groot gat. Hier wil ik dus nog een steek bij. Daar haal ik een lus op. Maar liever die achterste. Zo. En die brei ik dan gedraaid. Let op. Ik steek hem achterin. Dat is nummer 1. Deze ook. Zie je hoe die open staat? Dat is niet goed, hè? Dan moet ik hem dus gedraaid breien. 2. 3. Flink aantrekken deze ook, hè? Nu mag je weer een beetje loslaten. 4. 5. 6. 16 en de laatste 17. Nou, dat kleine pennetje doet niet meer mee. Ik krijg hier een mooi rondje. Aan die kant ook. Die laatste 10 steken, die breien we ook nog. Kijk, als je vindt dat dit gat te groot is hier, dan haal je daar ook nog een steek uit. Maar denk erom, dat kan nu eigenlijk niet meer, want... We hebben aan de andere kant ook maar 17 steken. En kan natuurlijk niet aan de ene kant 18 en aan de andere kant 17. Dat moet je wel gelijk houden. En kijk, er zit niet meer een gat. Oké. Nu hebben wij dus aan deze kant, op deze naald en op de eerste naald, 10 steken.
nog van de kleine heel. Dan 17 steken die we net opgepakt hebben. Dat zijn er 27. Hier staan er nu 36 en hier staan er ook 27. We willen weer naar hetzelfde aantal steken als wat we hier op de boord hadden, dus naar 72. Deze 2 keer 18, 36, die blijven gewoon even 36 en dan moeten we deze gaan minderen tot we weer op 18 steken zijn. Dus zolang blijven we die steken hier, en dat zijn er best veel, die 36, even op 1 pen houden. Daarna gaan we ze weer opnieuw verdelen. Goed, nou, hoe doen we dat? Nou, we beginnen met even 1 pen helemaal over te breien. Of niet 1 pen, 3 pennen, want 3 pennen is 1 toer. Dus we breien alle steken even over. Nou, zo snel heb ik nog nooit gebreid. Nu gaan we beginnen met minderen. En dan krijgen we dus een soort schuin aflopend stukje aan de zijkant van je voet. En dat noemen we de spie. We gaan nu de spie erin breien. Dat doen we door de eerste pen te breien tot 3 steken voor het einde. Daarom houden we ook deze steken op de pen, want dat is veel makkelijker. Dan dat je ze dus eerst opnieuw gaat herverdelen en dan gaat minderen, want dan weet je niet meer precies waar je moet zijn. En nu is het steeds, 4 steken voor het einde, want je moet natuurlijk 1 minder. Nou, 4 steken voor het einde. Aan het eind van de eerste pen brei je 2 steken recht samen. Dus in plaats van 1 doe je er 2 bij elkaar. En die laatste 2 breien gewoon. Mooi. Nu die lange weer. Even lekker snel. Nu zijn we aan het begin van de derde pen. En daar gaan we ook weer 2 uit de kant minderen. Dus we beginnen met 2 rechte steken. 1, 2. Maar deze doen we even anders dan aan de andere kant. Want we willen namelijk de... Nou, zal ik je zo wel even laten zien. We halen 1 steek af. Dan breien we de 4e steek. En dan halen we de 3e steek eroverheen. Nu zie je dat de steek als het ware van rechts naar links eroverheen valt. Als je ze samenbreidt, dan valt de steek van links naar rechts eroverheen. Dus nu hebben we aan beide kanten dat de steek als het ware de lijn volgt naar binnen. Niet dat één naar buiten gaat en de ander naar binnen. Nou, de volgende 3 pennen, dus de volgende toer, breien we gewoon even helemaal over. Want dit gaan we dus doen om de 2... Nee, om de toer moet ik dan zeggen. Dus de ene toer wel minderen en de andere toer niet minderen. Net zolang tot we 18 steken op de eerste en de derde pen hebben. Nu zijn we weer midden achter. Goed, die pen overbreien, die slaan we even over. En dan gaan we bij de volgende pen weer verder. Zo, nu heb ik een pen overgebreid, dus alle steken gewoon recht. En de volgende pen gaan we weer minderen. Dus we breien de eerste pen weer recht tot 4 steken voor het einde. Eentje. Ja, en deze, hier zie je dus dat de mindering geeft een steekje wat als het ware zo, woep, die kant op loopt. Woep. Als je dat aan de andere kant ook zou doen, dan loopt die dus het ware van je voet af. En dat willen we niet. Mocht je nu
de sokken breien voor iemand met een hele hoge wreef, dan wil je eigenlijk die ruimte wat langer houden. En dan kun je bijvoorbeeld ervoor kiezen om de 3 pennen in te minderen. Dan duurt het dus iets langer voordat je op het aantal steken bent. Dat even groot is als dat van de boord. Nou, brei nog even de 2e pen versneld. En nu zijn we weer aan het begin van de 3e pen. Dit is trouwens een blaar. Dat is wel een beetje lastig. Want kijk, als je het zo beet hebt, dan zit deze pen een beetje tegenaan. Dus als je zo nu en dan zacht gekreun hoort, komt het van die blaar. Van het sneeuwruimen. Ook gek als je dit filmpje midden in de zomer ziet. Oké. We breien weer 2 steken. Nu halen we dus, kijk, hier wil je dat die steek die kant op loopt, naar midden achter toe. Dus van rechts naar links. En om dat daarvoor te zorgen, haal je dus 1 steek af. Dus je doet net of ga je hem breien, maar je pikt hem gewoon van de pen. Dan brei je de volgende en haal je deze, die wip je er zo overheen. En dan breien de pen verder uit. De volgende toer gaan we weer gewoon alle steken recht breien. Die pen die zal ik je dus even besparen. En dan zie ik je zo weer terug bij de 3e mindering. Zo, ik heb weer een pen overgebreid. Dus alle steken recht. En nu hebben we dus weer een mindering. Voor degenen die hebben zitten rekenen. En we hadden op deze pennen, de 1e en de 3e, 27 steken staan. 10 van de hiel en toen 17 erbij opgepakt. Als we dat dus terug willen brengen naar 18 steken, dan moeten we 9 keer een mindering doen. En dit is de 3e. Je snapt, ik hoef dat niet elke keren voor te doen. Dit is de laatste keer. En dan de volgende 6, die mag je zelf even doen. Dus deze, als je nog 4 steken over hebt, brei je die 2 samen. En dan nog 2. Kijk, je ziet nu hier al echt dat het naar binnen gaat lopen. Dan de middelste pen. Nog even een tip van mij. Je kunt natuurlijk wel zien als je goed kijkt. Welke pen heb ik geminderd? Welke heb ik overgebreid? Dat is wel zo. Je komt er wel uit. Maar om het mezelf wat makkelijker te maken. Als ik bijvoorbeeld zeg, nu moet ik echt stoppen met die sok. Want ik moet nodig met het eten aan de gang. Of er komt zo meteen een student, want ik geef ook nog les. En ik moet gewoon echt stoppen of ik moet nodig naar bed. Nou, in dit geval zou ik gewoon rustig blijven zitten tot ik de hele speed erin gebreid heb. Maar goed, mocht dat zo zijn, dan stop ik altijd halverwege deze pen, dus 18 steken. En dan op de toer die ik overgebreid heb. Of die ik aan het overbreien ben, moet ik zeggen. Dus niet deze waar we nu mee bezig zijn, maar dit is de toer waarin de mindering gebeurt. Maar de volgende, als je het weer gaat overbreien, dan stop ik dus halverwege. Nou, je hebt al gezien hoe ik het dan op kan bergen met 4 naalden erin. En ik hoef er daar niet over na te denken. Als ik het weer oppak, dan weet ik dat ik gewoon door kan breien tot de achterkant. Ik hoef niet te minderen, want dat komt pas in de volgende toer weer. Dat is gewoon even makkelijk. Ja, ja. Dit is de mindering aan het begin van de pen. Ik haal een steek af. Vervolgens brei ik een steek. En dan haal ik die afgehaalde steek eroverheen. En hier zie je nu dat daar ook een lijntje gaat lopen, maar de andere kant op. Nou. Ik laat jullie nu even alleen. Dus je gaat net zo lang door totdat je 18 steken hebt op deze
de eerste en de derde pen. Goed zo, en daar zijn we weer. Hier heb ik nu nog 18 steken en je ziet aan deze kant loopt de spie en aan deze kant loopt de spie. Dus dit is bovenop de voet. We zijn weer midden achter. Dan gaan we de steken weer even opnieuw verdelen. Want in plaats van 2 van 18 en 1 van 36 willen we natuurlijk weer gewoon 3 van 24. Oké, we hebben hier ook... We kunnen hier althans ook de vijfde pen weer even bij gebruiken. We hebben de laatste pen hebben we nog geminderd. En dan breien we nu weer een pen over. Dus alle steken recht. En als we de steken dan herverdeeld hebben, dan gaan we ook hier een naadje breien. Goed zo. Nou, omdat we maar één extra pen hebben, breien we nu even 6 steken erbij. 18 plus 6 is 24. En die wippen we dan eventjes. Zo. 4, 5, 6. En die wippen we dan even over op deze pen. Dus dit is 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nou breien we op deze pen ook weer 24 steken. Ofwel alle steken op de laatste 6 na, want die zetten we dan weer op de derde pen. En die hoeven we dan niet over te wippen, want daar hebben we de vijfde pen voor. Nou is die van mij helaas van bamboe. Maar die brei ik er straks wel eruit. Zodra we het naadje erin hebben gebreid. 4, 5, 6. Dan valt die er weer uit. En dan breien we door. Tot we weer midden achter zijn. En dan hebben we op alle drie de pennen weer 24 steken. Goed zo. Nu gaan we dus recht doorbreien tot we bij de teen zijn. En dan vraag je je natuurlijk af, ja, hoe lang moet dat dan? Nou, je gaat hem gewoon passen. Ik zal het je zo even laten zien. Totdat je, als het voor jezelf is, dan is dat heel makkelijk. Als het voor een ander is, dan moet je eigenlijk bij die ander even passen. Maar op een gegeven moment vraag je gewoon, wat voor schoenmaat heb jij? En als die persoon dan 2 maten groter heeft dan jij, dan google ik altijd even op internet hoeveel centimeter maat 40 die ik heb scheelt met maat 42 die iemand anders heeft. En dan bereik ik er gewoon zoveel centimeter bij. En eigenlijk is het altijd wel goed. Nou, nu breien we even tot aan waar die spie net aankwam. En dat is hier 1 steek ervoor. Je ziet hier zo'n randje. En dat zijn die steken die we steeds overgehaald hebben. Nu breien we deze steek, breien we averecht. Dan krijg je dus weer straks zo'n randje met kleine bobbeltjes. En het leuke is, omdat dat randje een heel klein beetje verzakt, loopt straks deze rand door. Heel mooi is dat. Oké, deze breien ik even op de helft. Dan zal ik je even laten zien. 12,
Goed zo. Als je wilt passen, doe het altijd op 4 pennen. Zo. Dan doe je de sok om je voet. Hij moet goed om je hak sluiten. En nu ga je breien tot je hier aan toe bent, waar je kleine teentje begint. Dus je breidt, 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 breidt en dan pas je nog een keer. En als je hier bent, daar waar je kleine teentje begint, daar, dan ga je de teen erin breien. Nou wil het toeval dat ik weer mijn eigen gebreide sokken aan heb. Dus hier, kijk, hier begin je met de teen te breien, daar waar je kleine teentje begint. Eigenlijk is het heel erg verstandig om even te passen. Want als iemand wat grotere voeten heeft, wat bredere voeten, dan rekt die sok, daarom passen die sokken altijd zo fijn. Die sok die rekt gewoon een beetje meer in de breedte. Maar dan moet je dus wel meer lengte breien, omdat die in de breedte oprekt. Als iemand wat smallere voeten heeft, dan hoeft dat helemaal niet, want dan kun je maar zwaar in de lengte rekken. Ja, want breiwerk gaat gewoon alle kanten op. Nu is deze dus iets groter, maar zoals je zag, ik kon hem prima aan. Het zijn iets ruimere sokken dan ik gewend ben. En daardoor hoef ik ze ook niet zo lang te breien. Oké, ik ga even door. Dan laat ik je nog even de andere kant zien hoe je dat naadje moet breien. En het naadje is ook, je breidt dus een pen alle steken recht. En dan brei je een pen met twee keer dat ene averechte steekje erin. Dit is de derde pen en hier komt dus dat averechte steekje. En ik hoef niet te tellen, ik zou niet eens weten hoeveel steken het is, eerlijk gezegd. Je vindt hier, kijk, hier is dat randje van de spie, wat zo mooi doorloopt. En meteen daarna brei je een steekje averecht. Oké, nu brei je weer een toer helemaal recht en daarna doe je weer twee van die steekjes averecht. Eigenlijk net zoals je dat op de hak gedaan had, alleen toen ging je heen en weer. Dus dan breide je een pen recht en een pen averecht. En nu brei je alle pennen recht. Kijk, hier is dat averechte steekje. Nu brei ik er gewoon recht overheen. Misschien kun je het nu al een klein beetje zien. Maar deze lijn blijft als het ware doorlopen, omdat daarnaast dat naadje komt. Goed, dus even doorbreien. Ik heb geen idee, het hangt helemaal van je voet af hoe lang dat is. Bij mij is het meestal zo'n 20 van die averechte steekjes. Dan ben ik bij de teen. En ook hier geldt, als ik het breiwerk weg wil leggen, dan doe ik dat eigenlijk altijd halverwege de middelste pen als ik overgebreid heb. Dus dat is toevallig deze pen. 3, 11, 12. Dat is precies het midden. En dan leg ik hem zo weg. En als ik het dan weer oppak, dan weet ik, ik moet gewoon nu tot midden achter lekker rechtdoor breien. En dan krijg ik weer een pen met een averecht steekje. Goed zo. Nou, je kunt nu de hele voet verder afbreien. En dan zien we hier bij het laatste stuk de teen. Succes! Daar ben ik weer met de sok. Ik hoop dat je het een heel klein beetje kan zien. Maar dit stuk heb ik er dus aangebreid. En nu ben ik hier aan die kleine teen toe. Die sok is voor mij eigenlijk een beetje aan de grote kant. Dat komt ook omdat het wat dikkere wol is en ik heb hem met pen en 3 gebruikt. Dus toen we met deze sok begonnen, heb ik gezegd, hij is voor iemand, want er is vast wel iemand die hem heel mooi vindt. Misschien ken je iemand die hem heel mooi vindt, of misschien wel. Maar het is voor, dus eigenlijk wel voor maatje 42. En dat is ook wel eens een keer leuk, want mensen die wat grotere maten hebben, die komen meestal niet zo heel erg. Het zijn altijd voor kleinere maatjes. Dus heb je iemand of ken je iemand met maat 42, 44, dan kun je meedingen naar deze leuke prijs. Ik heb dus gebreid tot aan het midden van de voorvoet, voor het passen ook. En ik brei dus even weer door naar de achterkant in de laatste pen die ik gedaan heb. Of waar ik nou eigenlijk nog mee bezig ben.
Dat is er eentje met een aanrecht steekje. Ik merk dat ik steeds haper en dan ben ik ben aan het praten, maar tegelijk ook aan het breien. Dat volgens mijn moeder moest dat echt kunnen. Maar zo nu en dan, als je even je hoofd bij je breiwerk moet hebben, dan haper ik even. En als je dan straks die andere sok gaat breien, dan tel je die averechte steekjes in dat naadje en dan weet je precies hoeveel pennen je moet breien. Dus zo'n naadje is gewoon heel handig. Mooi, dus ik heb nu het laatste bobbeltje erin gebreid. En nu krijgen we weer zo'n toer waarop we de steken opnieuw gaan verdelen. Misschien weet je nog van de hak dat we de helft van... Ik hoop wel dat je dat nog weet eigenlijk. Dat we de helft van de steken hadden we hier zitten. En de andere helft hadden we verdeeld over twee pennen aan de voorkant. En die gebruikten we niet. We gaan ze nu wel allemaal gebruiken. Maar we doen het net andersom. We zetten nu de 36 steken op één pen aan de bovenkant juist. Dus. We breien nu 18 steken. Dit is eigenlijk zo'n pen die je overbreidt. Hè, waar je geen averecht steekje. Dat vind ik ook altijd zo leuk aan zo'n naadje breien. Dat je gewoon even wat anders te doen hebt in die ene pen. Dat je toch even je hoofd erbij moet houden. Ik hou ervan om dingen te breien waar je toch een beetje je hoofd bij moet houden. Zes steken. Hier heb ik dus 18. En heb ik er 6 over. Je raadt het al. Daar komt de vijfde pen. Hier blijven ook 18 steken. 3, 4, 5, 6. Dus even 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dan pakken we de andere, verdelen hem gewoon weer even over 4 keer 18. Dus dit zijn er dan weer 12 die ik over heb. Kijk, daarom wil ik liever niet met 4 pennen breien. Dat handigt me niet zo. En 4 pennen is eigenlijk 5 pennen. Dat je de steken over 4 pennen hebt. En dat je dan met de vijfde breidt. Je breidt ze eigenlijk dan in een vierkantje. Niet in een driehoekje. Nou, hier nog 6 bij op. 2, 3, 4, 5, 6. En dit zijn de laatste 18. Daar hebben we de vijfde pen weer voor nodig. 1. Zo, zie je? Nu heb ik dus een vierkantje van 4 keer 18 steken. Dat vind ik dus niet prettig breien. Vandaar dat ik deze twee, die ga ik weer aan elkaar zetten. En dan heb ik weer een driehoekje. Dat doen we in de volgende pen en dan ben ik gelijk die ook weer kwijt. We gaan nu meteen beginnen aan de teen. Meteen. Hoe doen we dat? We gaan aan beide kanten aan de zijkant minderen. En dan denk je van nou, als ik jouw voet zo bekijk, dan had je hier een hele lange teen. En hier liep het meteen al schuin. Nou, geloof mij, maar we gaan hem gewoon... We maken geen linker en rechter sok. We gaan aan beide kanten tegelijk minderen. Dus het wordt als het ware een puntje in het midden. Maar als je ze aantrekt, dan valt dat helemaal mooi op zijn plek. Dus we gaan hier aan het eind van de pen. Hier aan het begin van de pen. Hier aan het eind. En hier aan het begin gaan we minderen. We beginnen weer midden achter waar we geëindigd zijn. Dat betekent we gaan aan het einde van deze pen gaan we minderen. Ik weet niet of je nog kan herinneren bij de spie waar we ook aan het minderen waren. Dat als je aan de ene kant van de sok was, dan brei je 2 steken tezamen. Als je aan de andere kant van de sok was, dan moest je een steek overhalen. Dat is hier ook zo.
Als we aan het einde van de pen gaan minderen, en dat is hier, kun je zien ook aan die, dat het naadje daar zit, dan breien we 2 steken samen. En dat doen we weer 2 steken voor het eind. Net als wat je eerder gedaan hebt bij de spie. Daar kun je je dus niet in vergissen. Oké. Volgende pen. Dan moeten we dus aan het begin minderen. En als je aan het begin mindert, dan breien eerst 2 steken, afhalen, breien en overhalen. En de pen uitbreien. Nou, ik heb al gezegd, ik ga deze 2 aan elkaar doen. En dan denk je eerst, oh, wat zijn dat veel steken. Ja, dat is ook zo, maar we gaan nu heel hard minderen. Dus dat is maar heel even dat je daar last van hebt. Trouwens, we hebben al eerder gebreid met 36 steken aan 1 kant. Dat vond je het misschien ook wel lastig, maar dit duurt korter. Nu zijn we weer aan het eind. 4 steken voor het eind. Die 2 steken breien nu weer tezamen. En 2 steken naar het eind. Kijk, nu heb ik dus de bovenkant van de voet alle steken op 1 pen staan. Mocht je nou zeggen, nou ik vind dat helemaal niet handig, laat mij maar lekker op zo'n 4 pennen breien. Nou, dat mag. Dat is helemaal geen bezwaar. Alleen ik vind het ook fijn om te weten waar ik ben. Nu moeten we dus weer aan het begin van de pen minderen, afhalen, 1 steek breien en overhalen. En omdat ik dus 1 lange pen heb, dan weet ik altijd dat ik daar aan de bovenkant van de voet ben. En dat ik aan het begin en aan het eind moet minderen. En ja, als je alle pennen 18 steken hebt, misschien raak je daar wel van in de war. Ik weet het niet, ik doe het eigenlijk altijd zo. Goed zo. Misschien komt het ook wel omdat vroeger had je gewoon 4 pennen. Dan had je geen 5e pen erbij. Misschien dat die vrouwen wel, daar wel iets op verzonnen, maar dan kon je dus ook niet echt met 5 pennen breien. Goed zo. Nou hebben we de vorige toer hebben we 4 steken geminderd. En nu deze toer breien we alle steken recht. En dat blijven we doen tot we de helft van de steken geminderd hebben. Dus 1 toer 4 steken minderen. 1 toer gewoon overbreien. Dat betekent, als je op de eerste pen had je 18 steken. Als je daar nog 9 steken op hebt staan, dan gaan we daarna in alle pennen minderen. Nu zijn we weer midden achter. Nu gaan we dus weer een toer breien met minderingen. We breien tot 4 steken voor het eind. Dan breien we 2 steken samen. De laatste 2 steken. Dan komen we nu aan de lange pen. Twee steken breien. Denk erom dat je ze goed aantrekt. Zeker hier. Want dit is best wel een beetje een kwetsbaar punt voor de sok als je zoveel draagt. Steek afhalen. De volgende breien. En dan de afgehaalde steek over de gebreide steek heen wippen. Dan breien je tot de laatste 4 steken. Dan breien je er weer 2 samen. En 2 steken de pen uit. En de derde pen. Weer 2 steken. Goed aantrekken. 1 afhalen. 1 breien. En overhalen. Dus aan het begin doe je steeds de steek afhalen en overhalen. En aan het eind breien ze samen.
goed, nu hebben we 2 steken geminderd. Dus we hebben nu 16 nog op deze punt staan. En 32 op die andere. We zijn nog lang niet bij 9. We gaan nu weer een toer overbreien. En dan zie ik je terug. Als je nog 9 steken op de pin hebt staan. Zo. Ik heb nu een heel stuk geminderd. Zelfs om de pen. Ik ben nu weer halverwege de voet. Dus zeg maar aan het begin van de toer. Zoals je ziet gaan deze steken allemaal mooi die kant op. En die steken gaan allemaal mooi die kant op. En dan krijg je dus dat je echt zo'n soort teenstukje erin krijgt. Oké, nu heb ik nog 10 steken op de naald. Ik heb zojuist een pen overgebreid. Dus ik ben nu weer aan het minderen toe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 minderen. 7, 8, 9. Ik heb nu 9 steken op de pen. Dus vanaf hier ga ik elke toer minderen. Misschien denk je wel bij jezelf. Dat is nog een heel eind. Maar dat valt reuze mee, want dat heb je ongetwijfeld nu al gemerkt. Er vallen steeds 4 steken minder op je pen. En je bent dus ook elke keer weer een beetje sneller klaar met zo'n pen te breien. Misschien dat je nu zelfs al blij bent dat je een pen hebt waar wat meer steken op staan. Dat je dan niet elke keer hoeft te wisselen. Aan het eind ook. En we gaan hiermee door met dat minderen. Tot we nog 3 steken op de korte pen en 6 steken op de lange pen over hebben. Ik denk dat we nog even een stukje overslaan. Ik zie je op het eind nog even terug. Je hebt nu in feite alle steken geminderd die je kon minderen. Want je hebt steeds 2 steken en dan 1 mindering. Nou, dat kan dus nu niet meer. Je hebt nu op de eerste pen 3, de tweede pen 6 en de derde pen ook 3. En nu breien die laatste 3 steken, die breien even bij de derde pen op. Zodat ik dus 2 pennen naast elkaar heb liggen met elk 6 steken. Zo. Dus dit is de sok. Lijkt steeds net of hier een gaatje in zit, maar dat is zo'n donker stipje in het garen. Dus je hebt hier een hele mooie mindering gemaakt aan beide kanten. En nu hou je dit over. Nou, in principe kun je nu zeggen, ik knip de draad af en ik naai die steken aan elkaar. En misschien ga je dat straks ook nog wel doen als je helemaal in paniek bent. Maar ik ga het je niet voordoen. Ik ga je voordoen hoe je zo'n mooie afwerking doet. Ik zal het je ook nog bij een andere sok laten zien. Ik ben echt zo enthousiast over hoe mooi dat is. Je hebt namelijk helemaal geen... zeg maar een soort uitsteeksel bovenop je teen. En als je het gewoon zou aan elkaar gaat zitten naaien, dan krijg je dat vaak. En hoe komt dit? Nou, dat komt omdat we het gaan afhechten aan de binnenkant. Maar als we het willen afhechten aan de binnenkant, betekent het dat we dit werk dus om moeten draaien. En dat is lastig. Het is mij in de jaren dat ik sokken brei meerdere malen overkomen dat het fout ging. Dus als het bij jou ook fout gaat, zeker de eerste keer, het zat er gewoon in. Oefening maar kunst. Je moet het gewoon een paar keer doen. Nou, je doet je hand in de sok. Je linkerhand, als je rechts bent. En kijk, hier is mijn vinger. Nu haal je heel voorzichtig die pen terug. En hou voortdurend zo een vinger op die pen, zodat...
zodat de steken er niet af kunnen vallen. Nou duw je die punt van die pen in die vinger hier, deze vinger, en dan duw je hem naar binnen. Eerst gewoon alleen maar één kant. Die andere. Kijk, daar is mijn vinger. Ik hou met deze vinger hou ik de steken tegen. Dan zet ik hem daarop, zodat de steken er niet af kunnen glijden. En ik duw de pen erin. Nou, tot zover ging het nog wel redelijk gemakkelijk. Nu draaien we de sok om. Denk erom dat je de steken een beetje op de helft hebt. Hè? En, dat ze nou niet... Nou, heb je dit allemaal... Is je dat net gelukt? En dan vliegen de steken alsnog eraf. Dat wil je niet. Dus ik hou nu met mijn hand hier hou ik dit ook tegen. Mooi. Dan draai je hem om. Nu ga je hetzelfde doen. Alleen nu moet je ze naar buiten halen in plaats van naar binnen drukken. Oké. Dus je doet je wijsvinger, dat kun je niet zien, want die zit daar zo. Die duw je op de punt van een van beide pen. En dan kom je snel genoeg achter als je erop duwt. Zie, dan komt die naar buiten. Oh, dat zie je niet. Nou, als ik hierop duw, dan komt die naar buiten. Oké. Dus die moet ik hebben. Ik heb nu de punt van de pen aan de binnenkant van de sok op mijn vinger staan. En daar blijft die ook. En nu duw je... Oh, dit is zo lastig. Nu, om het te laten zien bedoel ik. Ja, het is ook lastig. Dan duw je die pen, die duw je naar buiten. Kijk, hier doorheen zo. En denk erom dat je hem niet loslaat. Jo, ik krijg dit helemaal niet voor me. Ja, kijk, daar komt hij. Zie je? Hapsakee. Gaat hij naar buiten. Tel even. Ja, ik heb 6 steken. Dat is 1. Dit is echt gewoon een lastig klusje. Zie het als een uitdaging. Het gaat jou lukken. Geen dode dingen baas, zeggen wij hier in Friesland. En waarschijnlijk ook al in de rest van het land. Nou, nu heb ik... mijn vinger heb ik nu op de punt van die andere pen. Kijk, daar is die. Misschien doet het een beetje zeer. En ook hier 2, 4, 6 steken. Nou, in één keer gelukt. Zoals ik al zei, het zou niet de eerste keer zijn dat het me niet helemaal lukt. En dat ze er toch afwippen op de een of andere manier. En dat is heel lastig, want dan moet je hem weer terugdraaien, steken weer oppakken. Dus doe het met beleid en zorgvuldigheid. Nou, nu hebben we dus de sok binnenstebuiten. Nou pakken we een pen en nu gaan we afhechten. We hebben volgens mij nog niet afgehecht. Afhechten is eigenlijk niks anders dan een steek breien. De volgende steek breien en de eerste gebreide steek haal je over de tweede gebreide steek heen. Zoals we ook bij minderen deden. Alleen nu breien we alle steken. Alleen, hier willen we ze aan elkaar breien. Dus, het principe is hetzelfde. Ik doe de pen in de eerste steek. En ook in die steek aan de andere kant van die andere pen. Ik sla de draad om. Ik haal hem er doorheen en denk erom, je hebt nu 2 pennen. En ik schuif die beide steken die ik net gebreid heb eraf. Nog een keer. Eerst om de eerste, dan om de tweede. Omslaan, doorhalen. En voorzichtig af laten gaan. Oké. Nu haal ik de eerste steek over de tweede steek. En dat is 1 steek afgehecht. Doen we het nog een keer. Eerste steek. Achterste steek, voorste steek, achterste steek. Omslaan, doorhalen. En dan de tweede steek over de derde steek. Doen we nog een keer. Voorste steek, achterste steek. Omslaan, doorhalen. Voorzichtig die 2 steken af laten gaan. Zo. En overhalen. Steken nummer 5. Zie je hoe langzaam ik dit doe in verhouding tot gewoon recht toe recht aan. Maar je moet echt je hoofd er even bij houden. Huppakee. Geen gekke dingen doen. Je niet af laten leiden. En we zijn klaar. Een schaar. Speld aan. Knip. Deze draad. Die haal ik gewoon uit de binnenkant van de sok. En deze het eindje... Trek ik hier doorheen. Hupsakee.
Nou, die draad moeten we even afhechten. En deze draad moeten we even afhechten. Dus je hebt aan de hele sok maar twee draadjes af te hechten. En kijk eens hoe mooi. Ben ik altijd zo trots op. Dat het zo mooi is aan je teen. Et voilà. Ik vind hem best leuk. Al zeg ik het zelf. Het is een beetje een merkwaardige combinatie. Maar wel heel vrolijk in ieder geval. Misschien is het wat voor jou. Lekker op de bank bij de televisie. Dag. Bedankt voor het kijken. En succes met je sok.